Hallo mensen, Richard Wieve hier. Leuk dat je weer op mijn YouTube kanaal komen kijken. En het is weer tijd voor een houten droomfilmpje. En dit keer een houten droomfilmpje over het gebruik van polarisatiefilters die we kunnen inzetten op onze drones. Dan heb ik het over drones uit de miniserie, de Air-serie, de Mavic-serie. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat voor drone je gebruikt. Het gaat uiteindelijk om die polarisatiefilter. Nou, ik heb die vraag een tijd geleden gehad. Fokke heeft daar heel lang op moeten wachten. Sorry Fokke, maar de omstandigheden waren er niet altijd naar. Tijdgebrek en zomaar verder. Maar goed, het is vandaag een mooie dag. En ik dacht, ik ga vandaag het houten droomfilmpje maken over polarisatiefilters. En mensen, daar komt hij weer. Genoeg geluld, laten we beginnen. Nou, wat doet nu een polarisatiefilter? Polarisatiefilter, en hier heb ik er eentje. Polarisatiefilter kan je inzetten om bijvoorbeeld glinstering van water af te halen. Meer doortekening in de lucht te krijgen. Meer verzadiging in je beelden, of dat dan foto of film is, dat maakt niet uit. Dan kan je iets meer verzadiging in krijgen. En het is vaak ook iets meer contrastverhogend. En dat kan je eigenlijk met een polarisatie doen. Nou, wij met onze drones gebruiken veelal CPL-filters. Dat staat voor circulair polarisatiefilter. En als je goed kijkt, dan kan je dus, kan ik dus laten zien. Moet ik even spieken of ik dat goed laat zien. Als je dus goed kijkt, kan je zien dus dat je die filter, die rode ring, die kan je dus ronddraaien. Nou, en afhankelijk van hoe je de filter instelt, is de polarisatie aan de bovenkant, de zijkanten of aan de onderkant. Want zoals we hier kunnen zien, hier in beeld, zie je een wit streepje zitten. En dat wit streepje, dat kunnen we dus gaan ronddraaien. En dat bepaalt dan daar waar de polarisatie terecht gaat komen. Nou, dat is wel iets wat je in de gaten moet houden. Ga je net beginnen met circulaire polarisatiefilters, zorg gewoon dat je die twee witte streepjes gewoon tegenover elkaar laat staan. Dan is dat vaak gewoon een hele goede uitgangspositie om met polarisatiefilters te gaan werken. Maar wat ik dit keer ga doen om gewoon een eerlijk beeld te creëren, is dat ik in de normale kleurprofiel, daar is die weer, de stottering, dat ik in een normaal kleurprofiel ga filmen en fotograferen, zodat we een eerlijk vergelijk hebben. Ik ga ook namelijk niks nabewerken. Ik ga laten zien zoals het uit de drone is gekomen. Wat ik wel ga doen, is constant een correcte belichting gebruiken, zodat we ook een eerlijke lichtsterkte hebben en een eerlijk vergelijk kunnen maken. Nou, de drone is aan de waypoint missie begonnen. En als we naar de beelden kijken, dan zien we dus dat we correcte belichte opname maken. Het licht zal een keertje naar -0.3 gaan en een keertje naar +0.3, schat ik heel voorzichtig in. Maar als we naar het beeld kijken, ziet dat er op zich best aardig uit. Nou, we zien wat glittering op het water. We zien de weilanden in de achtergrond. Die hebben gewoon een prima kleur. Zoals ik even wil laten zien, heb ik er een polarisatiefilter op gezet op de drone. En ik ga de drone dezelfde waypoint missie laten vliegen, zodat we het verschil in het beeld kunnen zien. En dan zullen we dus zien dat, ik ga de belichting uiteraard gelijk houden. En dan gaan we dus zien dat er veel minder glittering op het water zit en ja, dat we eigenlijk een mooiere doortekening van het geel hebben. Nou, als we nu naar de beelden kijken, dan zien we denk ik al een verschil. Ik zie namelijk nu al op de screen recorder of op mijn eigen screen zie ik dat we ja, meer doortekening, meer verzadiging, meer kleuren in het beeld hebben. En daar hebben we eigenlijk helemaal geen nabewerking voor hoeven te doen of wat dan ook. Maar het beeld wat we zo dadelijk gaan zien, als die drone richting die toren draait, ja, dan gaan we natuurlijk echt het verschil zien, omdat daar de glinstering heel erg op dat water zit. Nou, en dan is het effect van zo'n polarisatiefilter, ja, die is echt waanzinnig. Waar je rekening mee moet houden met polarisatiefilter, is dat als je recht tegen de zon aan het filmen of fotograferen bent, dan heeft die polarisatiefilter het minst effect. Dus hou daar rekening mee. Ideaal zou zijn een hoek van 90 graden. Maar ja, we zijn aan het dronen, dus we zijn altijd in beweging. Dus die hoek is niet altijd te hanteren. Nou, ik laat nu even die waypoint missie, korte stukjes daarvan, achter elkaar, in de mix, naast elkaar en na elkaar zien. Zodat jullie daar een beeld van hebben van wat doet die polarisatiefilter. En wat is in ieder geval het verschil op het water, de reflectie, en wat is het verschil in die verzadiging die we zagen net toen de drone bij de haventje vloog. Laten we daar even naar kijken naar die beelden.
denk dat jullie echt wel hebben kunnen zien wat het verschil is tussen geen filter en het gebruik van die polarisatiefilter. Die is echt enorm. Minder glittering en reflectie op het water. En ook meer verzadiging in het beeld. Meer kleurcontrast in het beeld. En dat is eigenlijk alleen maar door inzet van die polarisatiefilter geweest. Nou, helaas, vandaag geen dikke bewolking, maar wat sluierbewolking. Maar je kan je voorstellen dat bij het gebruik van zo'n polarisatiefilter, dat je dit soort beelden kan krijgen. Dus als je mooie, heldere, blauwe lucht hebt met die dikke wolken erin, zou je dus met een polarisatiefilter dit soort beelden kunnen schieten. Helaas kan ik dat voorbeeld vandaag niet laten zien, want er is sluierbewolking. Jullie kunnen je voorstellen, die beelden die ik net heb laten zien, die zien er natuurlijk prachtig uit. Als je een mooie blauwe lucht hebt met die dikke wolken erbij, dan is zo'n polarisatiefilter is natuurlijk fantastisch. Die gebruiken we bij de normale fotografie en in dit geval bij film kunnen we die prima gebruiken. Het effect is namelijk hetzelfde. En dit is hetgene wat ik jullie wilde laten zien. Een korte uitleg, meer het laten zien, geen uitleg, maar meer laten zien wat is het effect van het gebruik van de polarisatiefilm. Nou mensen, dit was het weer voor me. Ik vond het weer leuk om een oude droomfilmpje te maken. Als jullie het ook leuk vonden, laat even een duim achter. Kan ik zeer waarderen, erg leuk. En ja, dit soort reacties, ja, die kan ik zeer waarderen. Er zijn reacties op mijn vorige houten droomfilmpjes. Vind ik echt super tof. Mensen, dank daarvoor. Blijf dat doen. Want dat motiveert me om dit soort filmpjes te blijven maken. Hey, hebben jullie aanvullingen? Laat dat hier beneden in de commentarensectie achter. Want we kunnen met z'n allen weer wat voor leren. Vind je het leuk dat ik dit soort filmpjes maak en ja, wil je die vaker zien? Druk dan even op abonneren op die rode button. Ik heb natuurlijk ook nog meer houten droomfilmpjes. Die kan je op deze pagina bekijken. Moet je zeker doen. Zeker voor de beginnende droomvliegers is daar veel waardevolle informatie over te halen. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye, vlieg veilig. Hoi hoi.